Squid Game Like Challenge. Like deze video sneller dan dat de Squid Game pop in beeld staat. Geloof me. Ze is sneller dan je denkt. Ik zei het toch. Ik ga de Squid Game pop kopen. En als het goed is... 400 Robux. Waarom gebeurt er niks? Oh nee, ik heb 400 Robux betaald voor deze pop. Maar ik ben er niet in veranderd. Misschien moet ik Squid Game winnen voordat ik de pop echt krijg. Ik ben in de slaapzaal en ik zit op mijn bed. Of eigenlijk, ik sta. De deur gaat open en daar zijn de guards. Ze zijn allemaal aanwezig. Jullie gaan 6 games spelen. Als je afgaat, doe je niet meer mee. En hier op de grond staan alle spelers die meedoen. De deur is open. Hallo, hoi. Alles goed? Ja, wat? Ik probeer aardig te zijn. Ik ben nummer 12. Spam je geluksgetal in de comments. Misschien is dat de speler die wint. Achter deze deuren zit het eerste spel. En je raadt het al. Rood licht, groen licht. Ik stop pas met deze video als ik Squid Game heb gewonnen. Dat klinkt als een dom idee. En daar hebben we de pop die ik eigenlijk had moeten zijn. Het licht is groen, dus op dit moment mogen we lopen. Maar we moeten op tijd stoppen. En dat is wanneer het licht... rood wordt. Licht is rood. Nog steeds. Nog steeds. Zijn het is groen. Ik loop voor. Ik loop niet vooraan. Ik dacht dat ik... Mijn buurman is zojuist afgegaan. Dat was echt heel eng. Het is eng als je iemand afziet gaan naast je. Want dan weet je hoe dichtbij het komt. Ik wil dat muntje hebben. Ik ga gelijk dat muntje pakken zometeen. Let op. 3, 2, 1. Let's go. Mensen springen. Wat ik een soort van vals spelen vind. Springen is bewegen. Toch? Ik heb ongeveer nog een minuut. Iets meer dan een minuut. Om het te halen. Dus ik moet snel zijn. Het lijkt me eigenlijk best wel gaaf om de pop te spelen. En dus degene te zijn die zich omdraait. En daarmee iedereen stil laat staan. Behalve de mensen die niet stilstaan. Maar die spelen niet verder. Oké, eerste word ik waarschijnlijk niet. Maar... waarschijnlijk vierde. Yes, oké, daar gaan we. Ga ik dit laatste stukje in één keer kunnen halen? Ik ga het gewoon... Ik ga het niet proberen. Oké, 3, 2, 1. Let's go. Oké, dit laatste stukje ga ik gewoon rushen. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Oeh. Op het nippertje. Ik heb het gehaald. We zijn weer in de slaapzaal. En nu het moment waar we allemaal op wachten. De reden waarom iedereen meedoet aan Squid Game. Namelijk de mega grote prijzenpot. Gevuld met stapels. Geld. Niet met stapels knakworstjes, want dan zou waarschijnlijk niemand meedoen. Wauw, bijna iedereen is af. Oh my gosh. Dit hier zijn alle kamers van de bewakers. Van jou? Ja, van jou. Oké, sorry. Ik loop door voordat hij me opeet. En nu kom ik uit in het trappengedeelte. En dit ziet er heel leuk en kleurrijk uit, maar... mensen overleven het niet, dude. Het is tijd voor het koekjespel. Hé, waarom zitten jullie op de draaimolen? Dit is mijn draaimolen. Ik krijg een willekeurige vorm en die moet ik losmaken. Het ziet er echt uit als een leuke speeltuin, maar dan zie je die gasten en dan heb je geen zin om te spelen. Ik hoop dat ik het vierkantje krijg. Of de driehoek. Het vierkantje. Oké, ik neem aan dat ik gewoon heel voorzichtig... Dit is best te doen. Meestal moet je dat niet zeggen terwijl je nog speelt. Oh my gosh. Want dat is het moment waarop je fouten begint te maken. Come on, let's go. Ik heb letterlijk nog 40 seconden en ik ben al bijna klaar. Of ik ben heel goed of dit koekje was heel makkelijk. Yes! En nu moet ik wachten op de rest. Er ging iets fout. Ik wil echt weten wie er achter die maskers zitten. Als jij één van deze maskers kan afdoen. Rondje, vierkantje of driehoek. Onder welk masker wil je kijken? Het is tijd voor spel 3. En ik denk dat ik weet welk spel dat gaat zijn. Heb ik er zin in? Dat zie je toch aan mijn gezicht. De bewakers staan al klaar. Aan deze kant staat één iemand. En aan de andere kant sta ik. Wordt het 1 tegen 1? Oké. Ben ik klaar voor. Ik moet zo snel mogelijk klikken op de knoppen die in beeld staan. Ik denk dat dit veel makkelijker te spelen is op je telefoon. Want dan kun je gewoon met je vinger... tikken. En hier moet ik het echt op mijn scherm doen met mijn muis. Heb ik het gehaald? Oh my gosh, wie heeft gewonnen? Nee, ik ben af. Misschien heb ik vals gespeeld om door te mogen spelen. Nee, maar serieus. Dat spel van net, dat kun je niet winnen op de computer. Als je speelt tegen iemand die op zijn telefoon zit. Want die doet gewoon mega snel. Terwijl jij met die muis... Dat is niet eerlijk. Dus ja, ik heb vals gespeeld. Maar om een goede reden. Ik ben nummer 13. Wacht eens even. Was ik niet... nummer 12? Geen idee. Maar het is tijd voor het volgende spel. Oh my gosh. Nee! Ik wist het. Rondjes, man. Ik wist het. Hij wist het ook. Dit is het naarste spel wat er is. En ik ben de enige samen met... deze dude. Die er echt bij staat als een ninja. En dit is heel naar. Want één stuk glas is echt. Terwijl de ander nep is. Dus kies je het verkeerde glas, ben je af. Oh, hij zegt volg mij. Ben je wel te vertrouwen? Je bent mijn tegenstander. Oké, weet je wat? Ik volg hem. Hij gaat eerst voor rechts. Wat gaat hij nu doen? Hij gaat voor links. Wacht eens even. Hoe weet hij dat? Kijk, dit is heel raar. Hij weet letterlijk welke kant hij op moet. Wat? Wat is het nu, dude? Links of rechts? Ik volg je. Zoals je vroeg aan me. Oh! Oké, nu hoop ik niet dat ik dezelfde fout maak. Dutchtuber is de pop. Wat? Het is wel gelukt. Dit ben ik. Ik bestuur de pop. Dus ik kan nu bewegen en kiezen voor groen licht of rood licht. Dit is zo gaaf. Oké, het spel begint. Groen licht. Iedereen loopt. Maar als ik wil... rood licht.
Gaan de mensen af? Ja, zijn mensen afgegaan? Oké, wanneer zal ik het doen? Groen licht. Iedereen loopt weer. Maar weet je, ik hou ook wel van rood licht. Oh, ik zie letterlijk mensen afgaan. Dit is heel erg, maar zo leuk. Weet je wat? Groen licht. Nou, dan ga ik even zo doen, weet je wel. Even mijn vest uitkloppen. Maar dan ineens, rood licht. Oh, snap. Oh, iemand gaat af. Iedereen eigenlijk. De meeste. 3, 2, 1. Groen licht. Kan ik ook bewegen? Oh, ik kan het ook van deze kant zien. Dit is zo gaaf. 3, 2, 1. Let op. Rood licht. Oh. Gingen de mensen af? Groen licht. Rood licht. Ik wil dat het licht rood wordt. Oh, snap. Mensen gingen af. Oké, wat ik nu ga doen. Ik ga het groen maken. En direct wanneer ik kan. 3, 2, 1. Rood licht. Oeh, mensen staan stil. Oké, groen licht jongens, jullie kunnen weer. 3, 2, 1, rood licht. Er is nog één gast over en die staat daar. Ik laat hem wachten. Nee, oké. Hé, er staat iemand op me. Ga weg jij. Groen licht. Hé, ga van me af. Ik zie nu niks. Come on, man. Maar nu ben ik benieuwd. Wat als ik de bewaker koop? Why now? Spam taart in de comments als jij het Squid Game kaartje ergens in beeld ziet liggen. Oh my gosh, ik ben een guard. Spam in de comments. Wat staat er op mijn masker? Rondje, vierkantje, driehoekje. Het is... driehoekje. Dat is de machtigste, geloof ik. Oh my gosh. Ik zit letterlijk in een kamer van een guard. Raad in de comments, welk van deze guards ben ik? De eerste, tweede, derde, vierde of vijfde? Het antwoord is, ik was de vierde. Oh my gosh. Dit is een speciale kamer. Je ziet namelijk alle camerabeelden van wat er in de slaapzaal gebeurt. En wat zijn dit? Ik weet het al. Al deze kasten met stoelen ervoor, daar zitten guards die de camera's kunnen besturen. Alleen ik ben geen guard. Oh my gosh. Er zijn verschillende outfits die ik kan halen, maar ik kan ook de baas kopen. 400 Robux. Ik doe het. Ik heb hem gekocht. Oh, snap. Dus wacht even. Als ik me nu omdraai... Gast, dat is mega eng. Ik heb letterlijk de allerduurste skin in Squid Game gekocht. En het is de baas, de frontman. Je ziet letterlijk de details van het masker. Oh, dit is zo dope. Eigenlijk zou ik iedereen hier nu kunnen bannen. Ik sta ook gewoon bovenop iedereen. En nu ik de baas ben in Squid Game, heb ik ervoor gezorgd dat ik helemaal alleen ben. En dat niet zomaar. Ik ga namelijk naar de meest geheime, exclusieve kamer ooit in Squid Game. En als het goed is, word ik nu gescand. Ze willen namelijk kijken of ik wel de echte baas ben. Hopelijk hebben ze niet door dat ik doe alsof. Oh my gosh. Ze hebben het niet door. Dit is de kamer van de frontman. Van de Squid Game baas. En er is hier links een deur open. Ik weet niet of ik daar naar binnen durf. Besef dat hier de baas letterlijk kan meekijken naar alles wat er in Squid Game gebeurt. En ik ga geen spoilers geven. Maar vanuit hier kan hij ook bepalen wat het volgende spel wordt. Maar nu deze kamer waarvan de deur open staat. Het is letterlijk de kamer waar hij slaapt. En waar hij werkt, denk ik. Maar waar gaat deze deur dan heen? Oh, luister, ik vind het echt heel creepy. Stel voor dat de echte frontman hier ergens rondloopt. Dan heb ik een de deur zit op slot. Oké, geen probleem dus. Maar dit was echt heel gaaf. Wacht eens even. Waarom staat er één op mijn rug? Is de frontman ook een speler? Ik heb alles soort van gekocht wat ik in Squid Game kan kopen. Of tenminste, ik zal proberen geen spoilers te geven. Maar er is een speciaal iemand in Squid Game. Deze gast. En als je met hem een spel aangaat wat te maken heeft met de papiertjes in zijn hand, kan je meedoen aan Squid Game. Oh my gosh. En als het goed is, kan ik voor 200 Robux mezelf veranderen in deze gast. Wacht eens even. Dat is niet hoe hij eruit ziet. Lijkt wel op een zebra. Mijn naam is wel Regenboog. En als je Squid Game wint, mag je dit pak aantrekken. Gemaakt van 100% goud. Is dit de omgeving waarin Squid Game zich afspeelt? Tussen de bomen en bergen? Dit is een geheime Squid Game. Eentje die niet in de serie zit. Ik moet het namelijk opnemen tegen iedereen hier. Terwijl ondertussen de vloer wegvalt. Oh snap. Ik kan mensen dus inmaken. Let's go. Ik maak je in. Oh my gosh. Nee. Dat is niet goed. We kunnen mensen dus mappen. Waardoor ze als het goed is... alle kanten opvallen. Let's go. Oeh, ik heb iemand. Maar de zijkant gaat ondertussen weg. De battle is zo intens. Zoals bijvoorbeeld deze gast. Hij ligt stil. Mijn tactiek is simpel. Ik val niemand aan. Ik blijf gewoon rondjes rennen in de hoop dat ik het overleef. Zoveel mensen op elkaar. Oké, ik moet wel mappen. Als ik nu niet map, dan kan ik het misschien niet winnen. Oh, snap. Ik wil niet af. Oh, de map wordt zo klein nu. En iedereen zit op elkaar. Let's go. Ga ik het halen? Dit is zo spannend. Dit is echt zo spannend. Iedereen zit op elkaar. Er zijn nog maar een paar mensen over. Oh, nog één iemand. Ja. Ja. Ik heb gewonnen. Job, is er nog ketchup? Ik heb gewonnen, Bob. Nee. Er zitten zoveel Robux in dat spaarvarken. Raad in de comments de hoeveel. Maar er is nog een geheim Squid Game spel. Wat niet in de echte Squid Game zit. En het speelt zich af in dit kleurrijke zaaltje. Of nou ja, zaaltje. Zaal. Het is mega. Je moet iedere keer op de juiste kleur gaan staan. Rood, geel, groen, paars. Het kan allemaal. Oké, we gaan beginnen. De eerste kleur. Het is blauw. Ik sta op blauw. Oh, je kunt elkaar mappen. Waarom kun je elkaar mappen? Nee, dat wil ik niet. Ik sta hier. Niemand kan mij iets doen. Oh, snap. Oh, ik zie mensen vallen. Oh, dit is naar. Oké, de volgende is groen. Maar voordat ik daarheen ga, ik probeer een groen te pakken.
pakken waar bijna niemand is. Oké, ik ga eerst jou mappen. Oh, wat erg. Ik heb iemand gemapt. En oh, ze is net op tijd. Oh nee, ze wil mij mappen. Oh, ze wil me terugpakken. Grijs. Ik pak sowieso het hoekje hier. Oh nee, er komt iemand naar me toe. Nee, nee, nee. Weg. Weg, 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 weg. Oh, 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 oh nee. Moet ik vaker Squid Game spelen of de pop zijn? Spam dan speler of pop in de comments. Adios.